Ah, ja, ja. Dat was zo van, ik hou de camera nu zo als niet normaal. Ik denk dat de vaste... Dat was niet normaal. Tegenlicht, hè. Dat is wel normaal. Ik heb het zo. Je vast, André. Dat is heel normaal. Ik heb het niet langs. Je doucht al weet dat je het tegen de fotografie. Nee. Dat is juist. Je kunt ons nog eens filmen vanuit de auto. Hij weer zoiets. Van Mark, hoeveel wat je vorig jaar? Je toch niet opgaat? Mark, hoeveel wat je vorig jaar? Een zeige, een zoomen, dat was volledig gezegd. Wij? 7 motos. We hebben vorig jaar nog een motos. Nu zijn we meer, man. Ze zijn er vol van deze. Nu 8. Ja, van motos, ja. Ja, nog een motos. Zijn ze met mijn vogelken aan het lachen? Ja, bijna. Ik moet even een historische toelichting geven bij deze plaat. Deze plaat is dus van 1966. Schitterend. Thank you.
Ja, dit is dus de jachthaven van Blankenbergen. Als hem zo vlot is, dan scheur ik hem op. Dus ik op mijn leeftijd is dat ik met en zo kan het ik heb hier zelf ja, het staat er al. Hoeveel zijn we nu eigenlijk? 18. Eigenlijk als je daar, wat ik nu zie gebeuren, is eigenlijk dat... Dit is de twee allen op de plas. De twee allen op de plas. Dat moet je niet zeggen. Moet je zeggen. Nee. Ja, tuurlijk man. Eigenlijk. En wie kan dan niet binnen? Ik weet het niet, diegene die zijn zult niet bij heeft. Die kan niet binnen. Ja, je moet altijd de deur op de deur. Nu, ziet, nu kunt je de deur filmen, hè? Ja. Heb je de camera lopen. Val. Ja, de standaard. Zeg, Mark, hier staat de binnen. Hè. Slaap wel, hè. Slaap wel. Maar ze hebben het gevonden. Wij gaan naar onze suite, hè. Allee. Hala. Tussen de vier gepakt. Sur la Seine, nous nous sommes à 10 km à l'intérieur de la Seine. Contrairement au port du Havre, qui est de l'autre côté de l'estuaire, le port du Havre, lui, est carrément ouvert sur la Manche. Et au fond, c'est donc un port naturel où le titan de bateau venait se mettre à l'abri des vents dominants et des vents d'ouest, puisque vous avez vu la colline de Grasse, ici on est un peu loin, on ne les voit pas bien. Cette maison, mais des petits signes sur les pans de bois. Et donc, il démonte, il amène tout sur place et donc il commence à assembler sa maison. Et le bois est assemblé par tenons et mortaises et chevillés, c'est-à-dire une pièce de bois qui rentre dans l'autre. Et vous les voyez, les chevilles de bois qui s'y suivent. Je vais vous faire voir une maison en construction. Ici, c'est vraiment spécial, hein, parce que ce sont des dragons, des licornes. Et alors, on va passer par... Vous avez plein de petites... Ah non, on appelle ça les travaux, les petits de... passages qui, comme ça, parallèles, qui menaient à la mer. N'importe quoi, comme ça, le grand passage entre les deux maisons. Oui, maintenant il y en a d'autres. Et bon, autrefois, bah, les bateaux étaient construits en bois aussi. Hein. Et ici, il y avait pas loin de 60 chantiers de construction de navires ici à la, entre la Renaissance et la Révolution. Et nous allons trouver plusieurs fois à Honfleur la trace des charpentiers de marine. C'est celle-ci. Et 30 ans après le quartier prenant de l'expansion, l'église était trop petite, donc il fallait la finir. Ils ont construit une rivière parallèle. C'est la même technique. Ici, vous avez deux carènes de bateaux au-dessus de votre tête. Il faut les retourner ou le bateau flotte. Vous constatez que l'église est tout en bois. Il y a pratiquement.
Je bent veel. Ja, dat is zo. Ik heb hoefte om hier te komen, zo met Anne zo. Dan zetten we het volk af in het Deauville. Ah, je kunt van nee. Is dat de micromerk? Ik heb een beetje op de ijs. 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 Ik heb een be
Alex, jij hebt er zeker een zwakke voor. We zijn eigenlijk hier om op dit lange kleine standbeeld van die illustre schrijver. We zijn hier wel dus voor een goede plaatsen van de industrie. Op dit plein, het standbeeld van de illustre schrijver, die rolmodel uit de 16e eeuw. Een onbekende schrijver uit de 16e eeuw. Op de Hildo was dat? Ja, ja. Thank you.
We zetten allemaal in de mond. Kijk hem niet weg. Gedaan, maar mag niet inzoomen. Ja. Inzoomen dan. We moeten het zicht naar achteren. Ja, het moet ook naar de zee, hè? Ah, ja. Ja, ook al. Ja. Moet je zee eigenlijk terug naar Ginder. Dwarsmassage. En mogen wij dat ook eens hebben? Nee, nee, ze wil ik niet zien. Dat is alleen voor mij. Dat is privé, hè? Tatoeages. Ik dat is de motto. Tatoeages. Ja, maar ik vind dat je wel geen tatoeages meer. Al die tatoeages met de motto. Iemand dan geen tatoeages met onze lieve. Onze lieve lid. Onze lieve lid. Wat? Die GSF 750. Speciaal voor Jan Zoen gemaakt. BMW,
Dan zit je niet bij dat geloof. Pak die met handen maar tegen de muur op. Tegen de muur, ja. Dan moet het te koud. Dat is volgens mij. Je ziet de vlieg niet, hè? Dat is Mark Dame. Zeven meter. Goed over. Voor 1250 franken kunnen goed over voor 7 meter. Goed over. Dat is een magneet. Dat is voor een En Marcel, gaat het een beetje? Het is niet mogelijk. Louis, is er een witte Mike, we stoppen toch binnen 50 kilometer. Wij binnen 50 kilometer stoppen. Good.
4 kilometer op te liggen voor de voorkant. Zeg eens iets van die wijn. Lekker. De vin du motard, hè? Dat is wel. Anne, wat vind je van die crème? Slok maar de eerste slok. Na de vierde slok mogen we nog eens gaan. Dan kan ik zeker niet meer. Wie had hier nog een glaasje Riesling? Wij eten preskop vinaigrette en als je goesting hebt, pak je het er mosterd. Wow. En daarna eten wij een eendebul. En dan met sauce au miel, dat is dus met honingsaus. Zeg dat meestig zo, hè? En dan ook een nagerechtje. En de wijnen kosten 50 Franse francs. Oh, dat moest ik niet zeggen, zeg. Maar ik zeg juist nog, dat bestaat zo'n mooie uitdrukking in het Frans. En dat is, on va manger à la fortune du pot. En dat gaan we hier doen. We eten wat dat pot schaft. Bravo! Maar als je dan de
Maar dat is een overzet boord in Tessel. Skoda. Maar kan nog zo. Er is een luchthaven aan de zijde. Ja, en daarom mogen we nog niet. Die mannen komen aan, die gaan met een vel op. Ja, ik weet niet, mogen misschien niet, want dat is eigenlijk wel. Maar dat zijn een Skoda. Dat is een Skoda. Die is heel bekend. Parachutisten in Europa. Er komen heel veel in Tessel springen. Alleen toen ik aankwam, ik had een interview met de luchthaven en ik spreek met de luchthaven direct. Louis, kijk. Je zat toen op zijn gast. Louis. Top secret, ja. Het zijn hier geen rapportjes hier, hè. We zijn hier heet de buurt. We zijn hier incognito, hè. Ja. Beste kijker, als voorzitter van de 41 Club, de Fastest van Zolder, is het mij een groot genoegen hier weer de trip van het jaar aan te kondigen. Ik heb kunnen deelnemen aan een fantastische, de derde trip van de 41 Club. En ik moet zeggen dat zowel Marcel VDM als Mark G. hun beste beentje hebben voorgezet om van deze trip een succes te maken. Beste kijkers, dit was Flippers Mark Dame vanuit de Elzas voor 41 Journaal.
Waar komt jij vandaan? Wij zijn het in het struikgewars. Jij bent een kakmadame. We hebben al meester de Jarbos. En die bloeien onder... aan de tuingang. Stond er nog een eer, zat er terug. Ja, dat is laat. Allee, loopen maar, loopen! Hallo! Sneeuw. Sneeuw. Ja. Sneeuw. 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 Sneeuw.